Hey, deze week kwam het nieuws van Timmermans. Vond je dat een verrassing? Ja, ik had gedacht dat hij het niet zou doen, eerlijk gezegd. Ik begreep ook dat er in Brussel een hele uittocht was van mensen die natuurlijk nu hun tweede termijn klaar hebben. En dan kennelijk toch op andere politieke avonturen gingen. En ja, ik begreep dat het qua peilingen daar vrij gunstig voor staat voor die combi van GroenLinks en Partij van de Arbeid. En dat veel mensen zullen zeggen, het maakt in ieder geval de zaak zwaarder en serieuzer dan die wellicht was. En dat zou een hele positieve ontwikkeling zijn. Er was ook kritiek, hè, van een nieuwe beweging. Moet je daar niet een jong iemand voor de groep zetten? Ja, je begrijpt hoe ik daarover denk. Ik bedoel, dat is zo volkomen absurd. Die man is 62. Die man is jong. Die man is ook in Nederland, zou hij nog 5 jaar moeten werken voordat hij AOW krijgt. Je begrijpt toch dat dit gewoon kwalijke verdachtmaking is, trouwens. Ik heb altijd Mark Rutte veel te jong gevonden. Een van de grote bezwaren van Rutte was dat hij natuurlijk veel te jong eraan begonnen is. En tegen de tijd dat hij echt een beetje ervaring was, is het afgelopen. Dus als premierskandidaat, dan denk ik, premier ik moet je met je leeftijd. Mij voor een premierskandidaat een ideale leeftijd. Balkenende was ook heel jong. Ik heb al eens eerder ook op de televisie uitgelegd dat oudere mensen vaak uitstekende bestuurders zijn. Omdat ze iets meer kijk hebben op het leven en hoe de dingen gaan dan jonge mensen. Mm. En, nou, kijk, voor je 30ste ben je in allerlei opzichten volstrekt onnozel. Ja, ik wil dan niet al te kwetsend uitpakken, maar ja, denk in Europa aan Charles de Gaulle, denk aan Adenauer, denk aan Winston Churchill. Weet je hoe oud Churchill was in mei 40? 65. Nou, dan zouden de Nederlandse pers dan zeggen, die Churchill hadden ze het beter niet kunnen, maar 65. En toen kreeg je al, de AOW bestond allemaal nog niet. Nee, je begrijpt toch dat dit gewoon, ja, het is kletskoek voor de bühne, zoals de politiek, zoals je zelf weet, grotendeels bestaat uit kletskoek voor de bühne. Ja. Kletskoek over immigratie, kletskoek over leeftijden, het is allemaal kletskoek. Maar hij heeft zich kandidaat gesteld, hij is het nog niet officieel. Nee, en dan heb je ook altijd, verschijnt er zo'n koekenbakker op de televisie die zegt, ja, het moet wel democratisch. Nee, het moet vooral niet democratisch natuurlijk. Moet iets kiezen zijn. Al die verkiezingen van die lijsttrekkers hebben rampzalige effecten gehad voor de partijen die ze gehouden hebben. Dus weet je nog die ruzie tussen Samson en hoe heet die, Asje? Ja, dat lieten ze zien. Dat was dramatisch. Maar die man die zei van anders is het een kroning en dan kun je alleen maar klappen. Dan moet iets te kiezen vallen. Dan dus maar eens een keer klappen. Hè? Het zijn ook zulke onnozelaars. Hè? Want dit was toch ook een, als ik het begreep, een jongen van een jonge socialist of zoiets dergelijks. Ook een wat oudere hoogleraar volgens mij kwam aan het woord. Ah, dat was Ruud Kolen waarschijnlijk. Dat zou goed kunnen. Ik begreep het van Ruud Kolen ook. Bovendien Ruud Kolen, als je dan verstaan toch over leeftijden hebben, kom op. Dat je ook, je hebt toch het belang van je politieke idealen in het oog en de mogelijkheid om die althans deels te realiseren. Ga dan niet staan zeveren over kroning. Nou ja, ze vinden de democratie, dus ze vinden er moet iets te kiezen vallen. Maar goed, dat is hun goed recht, toch? Dus liever verpest je je eigen kansen, niet waar, op grond van een in dit geval volkomen irrelevant principe. Ja, dat is dus de vraag of dat zo is, want er was een hoogleraar van de universiteit. Je kunt rustig afwachten. Misschien zijn er miljoenen mensen die zeggen, nee, Timmermans gaan wij niet stemmen, die is gekroond. Dat gaan wij niet doen. Wij stemmen liever op, weet ik veel wie. Ja, maar we hebben nu de voorbeelden van die verkiezingen bij die partijen waar het helemaal mis is gegaan. Hè? Ja. Met Omtzigt en De Jonge ging dat ook helemaal mis. Maar er was een hoogleraar van de Universiteit Amsterdam die zegt, als je het nou goed aanpakt, kan het best wel electoraal succes hebben, omdat je in de media bent, positieve aandacht, et cetera. Ja, zoals je weet ben ik de mening toegedaan dat ook veel hoogleraren die goed bij hun hoofd zijn. En dit lijkt me er dan ook in. Volgens mij, ik zat ook te denken, Timmermans heeft natuurlijk gezegd, hé jongens, ik wil wel komen. Maar dan we gaan geen poppenkast opvoeren. Precies. Dan moet wel iedereen achter me gaan staan. We gaan niet in de zaaltjes in Boksel en Vranaker discussiëren over de vraag of misschien een ander of die iedereen als irrelevant beschouwd het zou moeten worden. Nee, ik denk dat zo... Ja, dat is wel heel raar. Ik begrijp ook vaak niks. In grote trekken begrijp ik niets van de politiek. En eigenlijk ook niet veel van de medemens. Het is triest, maar waar. Dat ik hier elke week moet zeggen dat ik begrijp er eigenlijk geen kloot van. De zeldzame, vergaande stupiditeit, gebrek aan nieuwsgierigheid, gebrek aan realiteitszin,
daarbij toch altijd over verbijsterd. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk ik degene ben die gebrek aan realiteitszin heeft, omdat ik niet begrijp hoe het mogelijk is dat mensen zo weinig realiteitszin hebben. Ja, het is een beetje een ingewikkelde redenering, maar zo zit het ongeveer in elkaar. Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, dat het eigenlijk de manier waarop er over politiek in de publieke ruimte wordt gesproken grotendeels irrelevant is als het gaat om het voeren van beleid en het uitvoeren van beleid. Omdat dat heel anders gaat dan, nou ja, dan je zou denken als je naar de talkshows kijkt. Oké. Dus je kunt dit rationeel... Die zichzelf toch al grotendeels overbodig hebben gemaakt. Maar goed, dat is dan weer een ander chapitre wat we veel besproken hebben. Ja. Maar vind je het een goede keuze, zeg maar, voor die combinatie om met Timmermans mogelijk die strijd aan te gaan? Ja, dat denk ik wel. Omdat hij met dat groene gedoe in Europa, gaat het? Ja, ik zie mezelf wel. Oké, maar dat is goed. Met dat groene gedoe in Europa is hij natuurlijk ook voor GroenLinks een zeer acceptabele kandidaat. Ja. Dus hij is, laten we zeggen, als je denkt toch aan dat het een combi van twee partijen is met wel iets verschillende politieke en inhoudelijke tradities, lijkt hij mij een hele geschikte keus. Sterker nog, iedereen zei, als Timmermans het zou doen, dan doet hij het dus. En dan krijgen we, hij is te oud. Hij heeft een baard. Hij lijkt op Sinterklaas. Een boswachter, zei iemand. Hij moet boswachter worden. Een boswachter, oké. En ik moet zeggen, ik ben regelmatig de boswachters aangehouden. Tessel, die ziet er allemaal piepjong uit, moet ik zeggen. Die hebben niet zo'n baard als Timmermans. Nee, die hebben helemaal niet zo'n baard, nee. Ik dacht bij Timmermans meer aan Kabouter Pichel mee. Zoiets in die geest. Maar het is een hele goede campaigner. Hij kan goed campagne doen. Het is een goede campaigner, het is een goede spreker. God, ja, het is allemaal... Ja, hij is wel oud, hè. 62, joh, ik bedoel... Dan bij of heel veel mensen zijn van 62 zijn al compleet dement. Dus dat. Nee, je hoort het Twitter-commentaar toch? Vind je het goed dat hij heeft uitgesproken van, hey, ik wil ook wel premier worden? Want dat werd hem natuurlijk gevraagd. En daar zei hij op van, nou ja, dat wil ik wel worden. Ja, bovendien lijkt hij mij dat hij ruim voldoende ervaring heeft om zulks te doen. Als je nou een vergelijking moet maken tussen Jessel Gus, die naar alle waarschijnlijkheid de partijkandidaat van de premierkandidaat van de VVD zal zijn, of Timmermans, dan zou ik zeggen dat er is nauwelijks competitie qua ervaring dan. Want dat is niks zeg. Want je weet dat het bij premiers is het zo, zolang ze het niet zijn, kun je niet voorstellen Dat ze premier zouden zijn en het goed zouden doen. En pas als ze het zijn blijkt, of dat ze het totaal niet kunnen, en de ene misstap na de andere, Boris Johnson, ik noem maar wat, hè, of ze doen het fantastisch, onverwacht goed. In feite Rutte, hè, die waarvan niemand ook, die niks verwachtte eigenlijk. Dat zou iedereen dacht, sterker nog, nou, we hebben het erover gehad, Rita Verdonk. Ja, veel mensen hadden liever Rita Verdonk gehad. Ja. Dan Mark Rutte. Er was ook een van onze luisteraars die zei van, ja, die Timmermans is natuurlijk altijd de nummer 2 geweest in Europa. Hij wil ook wel eens de nummer 1 zijn. En hij weet dat hij dat in Europa niet meer wordt. Dus nu zet hij deze stap richting Nederland. Hij heeft zijn 2 termijnen daar natuurlijk op gebruikt. Ja, al is natuurlijk de tweede man in Europa toch weer iets anders dan de eerste man in Nederland. Daar hebben we het ook over gehad. Ja, Europa is een wereldspeler. En Nederland is een sterk geurbaniseerde uithoek van Europa. Wordt niet verwaarloosbaar, economisch gesproken. Maar ja, we zijn wel een dwergje natuurlijk. Vandaar natuurlijk, zou het leuk zijn als Timmermans het werd als Kabouter Pichel mee. Dan wordt hij ook premier van een kabouterlandje. Ja, wij zijn wel een kabouterlandje. Hè? En hij gaat natuurlijk dan wel de geschiedenis in als een van de premiers. We lopen natuurlijk heel erg vooruit nu. Van Nederland. En dat streelt zijn ego misschien ook wel. Ja, al zou ik daar ook zeggen. Stel voor, je gaat een biografie van Timmermans schrijven. Dan geef je uiteindelijk natuurlijk meer aandacht aan zijn Europese rol dan aan zijn Nederlandse rol. Ja, wij Nederlanders begrijpen dat vaak niet helemaal precies hoe het zit. Maar zelfs als wij op vrij korte termijn 18 miljoen inwoners hebben. Terwijl wij alle 1950 dachten dat we overbevolkt waren overigens. Terwijl het nu toch vrij valt best mee toch, als we hier zo even de straat in kijken. En wat betreft de mensen.
Ja, dan nog zijn wij op het totaal van de Europese bevolking, stelt het daar maar niet zoveel voor natuurlijk. Nee. Zou het voor jou een reden zijn om... Kijk, Frankrijk en Duitsland maken in Europa de diensten uit. Mm. En soms is het ietsje meer Frankrijk dan Duitsland. En soms is het ietsje meer Duitsland dan Frankrijk. Angela Merkel. Ja. Soms doen ze het lollig samen. Soms doen ze het wat minder samen. Maar dat is de as. Dat is de motor van Europa. Wat vind je van de plannen van Timmermans, die ook in zijn aankondiging toch al een klein beetje liet doorschemeren? Namelijk, we moeten weer meer samen doen. Het zijn redelijk open deuren. Maar goed, dat, hij liet wel zien waar hij voor staat. Ja, voordat hij zei, we moeten nog meer ruzie maken dan we doen. Hè, Twitter wordt het officiële kanaal van de opinie van de Nederlandse bevolking. Nee, dat ga je natuurlijk allemaal niet zeggen. Ik zeg, ja, natuurlijk zegt hij dat er meer samenwerking moet komen. Ja, grote uitdagingen. Daarmee doelt hij natuurlijk op stikstof, immigratie... Nou ja, feitelijk is natuurlijk dat er in Nederland al jaren dossiers liggen. Problematische kwesties die overigens de overheid zelf en dus ook de regeringscoalities zelf hebben veroorzaakt. En waar het zittende kabinet geen kloot aan gedaan heeft. Ja, wel gezegd dat ze het zouden gaan doen, maar het is niet gebeurd. Waarmee we natuurlijk terug zijn op een schandelijke kabinetscrisis. Ik kan het niet anders noemen. Op basis van een punt wat eigenlijk niets voorstelt, namelijk die... zogenaamde gezinshereniging die verminderd zou moeten worden. Maar die hele gezinshereniging is een zeer beperkte zaak, waarbij het gaat om enkele duizenden mensen per jaar. Maar immigratie niet, zeggen veel anderen dan. Dat is een belangrijk thema. Nee, dan mag je best het kabinet laten vallen. En dan krijg je die tsunami-leugen van rechts. Meer dan 400.000 immigranten. Waar moet dat heen? Hoe moet dat gaan? Zullen we het even aftellen? De getallen. Want hoeveel asielzoekers zijn er in Nederland per jaar? Ongeveer 40.000. 40.000. En dit jaar veel minder dan we gedacht hadden. Er werden er 70.000 verwacht. In de verste verte is het niet gebeurd. Maar nu die ruim 400.000 immigranten die helemaal geen immigranten zijn. Ik begin even met mijn dochter. Die heeft 6 jaar in Londen gewoond en kwam terug naar Nederland. Dan word je in Nederland rücksichtloos... word je opgeschreven, dan ben je een immigrant. Sterker nog, ze kregen een vrij lullige brief met daarin iets van... wat geeft u het recht om in Nederland naar Nederland te komen... dat je denkt, hallo, hè? Ik ben Nederlandser. Hè? Nou goed, dit dus alle... dan hebben we dus de mensen namelijk die vertrekken. Laten we daarmee beginnen. We hebben 400.000 mensen die binnenkomen, 150.000 Nederlanders. Nou, niet Nederlanders, maar mensen die in Nederland zijn vertrekken. Die moet je eraf trekken. Dan hadden we een uniek jaar vanwege de Oekraïne. Ruim 100.000 Oekraïners zijn naar Nederland gekomen. Dat is een uitzonderlijke situatie. Dat is een incident. Die zullen waarschijnlijk grotendeels weer teruggaan ooit. Niet allemaal, maar een deel zal ongetwijfeld teruggaan. Dan hebben we de arbeidsmigranten. Dat zijn mensen uit de EU die naar Nederland komen om hier te werken. Dat hangt samen met het feit dat wij een zeer gespannen arbeidsmarkt hebben. Niet waar, omdat wij veel te weinig mensen hebben in vrijwel elk denkbaar terrein. Dus is het nuttig dat die mensen naar Nederland komen. Mensen uit de EU hebben het volste recht, ik zeg het nog maar een keer, om hier te zijn en te werken. Net zoals wij naar een andere Europese land kunnen gaan. Ja, als je in Warschau wilt gaan werken, dan ben je van harte welkom. Ja. In de Scandinavische landen ben je sowieso van harte welkom als je als Nederland daar, alleen landen, daar naartoe zou willen. Dus dat moet je er ook aftrekken. En als je al die aftrekoperaties hebt uitgevoerd, kom je dus uit op 40.000 asielzoekers. Mm. Waarbij bovendien de familiehereniging sowieso een heel ondergeschikt punt is. Daar komt nog een tweede punt bij, dat geen mens die er verstand van heeft het mogelijk acht dat je die een dergelijke beperking van de... Van die nareizigers, dat je dat voor een rechtbank waar kan maken. Totaal niet. Dit is een volledig kunstmatig gecreëerde crisis. Een schande. Dat bijvoorbeeld iemand als Mark Rutte zegt van ik doe dat in het landsbelang. Het is werkelijk lachwekkend. Heel Nederland staat 2 jaar stil met deze poppenkast die niets anders is dan een machtsgreep van de VVD. Maar 40.000 is toch best wel veel als je die optelt. Nou, dat vind ik nogal meevallen. Ja, als je het op het geheel zet, maar 40.000... Vooral in een land wat met zeer ernstige tekorten op de arbeidsmarkt te maken heeft. Het is toch een kleine stad. Ja, zo wordt een kleine stad.
Wij vonden in 1950 al dat we overbevolkt waren. We zijn nu op weg naar 18 miljoen. Hè? Dan heb je ook nog die enorme historische leugen. Dat is allemaal het werk van links. Softe links. Nee, als je het even historisch bekijkt, zie je dat rechts in feite een voorstander was van immigratie, omdat dat de Nederlandse economie goed uitkwam. Hmm. Links, sterker nog, links heeft meer bezwaar gemaakt. Op een goed moment had Den Uyl een of andere regeling in de maak. Maar die vond de VVD schandelijk. Die zagen dat het wel zitten met de immigratie. Ja. Dus dat is ook weer zo'n sprookje. Als we nou eens, en dat bedoel ik met, hoe is het nou toch mogelijk dat je in staat bent om zulke kletskoek te verkopen als dat er 400.000 immigranten zijn. Die zijn er helemaal niet. Of het zijn geen immigranten. Hè? Of ze vertrekken weer. Maar het zijn niet allemaal immigranten. En wie noemt die 400.000? Nou ja, dat zie je dan in de krant staan. De tsunami van. Ja, en jij zegt het zijn er 40.000 als je het allemaal afpelt. Per jaar. En dit jaar veel minder dan we verwacht hadden. Ja. Ik weet niet hoeveel dat moet je natuurlijk nog afwerken. Het jaar is niet voorbij, dus we kunnen niet zeggen hoeveel het dan dit jaar zullen zijn. En jij zei eerder, je moet natuurlijk ook kijken naar de rationele, de feiten en naar de emotionele argumenten. Want wat er natuurlijk bijgehaald wordt is van die mensen nemen de huizen van de Nederlanders in. Ja. En de banen. Of de, ja, dat kunnen die mensen ook niet erg helpen. Dat komt omdat wij niet erin geslaagd zijn om voldoende woningen te bouwen. Niet waar? Dat hebben we te danken aan andere frictiepunten in het Nederlandse nationale beleid. Ja, dat komt natuurlijk deels door het feit dat onze bevolking sterk gegroeid is. Mm. Dat hebben we weer grotendeels aan onszelf te danken, de zogenaamde babyboom. Ja. Tussen 46 en pak een beetje later jaren 60, vertoonde Nederland natuurlijk een volstrekt verbazingwekkende bevolkingsgroei. Mm. Dat zijn de boomers. Ik zeg het er nog maar even bij, ik ben geen boomer. Dus als ik het goed begrijp, is wat jij zegt van dat immigratieprobleem, dat valt hartstikke mee. Dat wordt heel erg overdreven. Ja, en de voorstellen die de VVD in dit verband deed en die volgens de VVD geleid hebben tot de kabinetscrisis, zijn van een minor issue, een echt minor issue, om het maar even op zijn Nederlands te zeggen. En dat niet alleen wat voor een rechtbank volkomen kansloos zou zijn. Hmm. Ook dat gelul van allerlei VVD'ers dat ja, die internationale afspraken, daar moeten we nou eens vanaf. Nee, daar kunnen we helemaal niet vanaf. Hmm. Ja, of we moeten breken met de Europese Unie, maar dat zie ik niet zo graag. Maar wat zijn de argumenten die een rechter dan gebruikt? Vandaar dus toen ik dacht, daar hebben we Brekelmans. Ja, die is waarschijnlijk vooruitgestuurd om eens te peilen hoe het gaat vallen. Ja. Dat misschien de PVV weer gezellig terug kan komen als gedoogpartner. Ja, heeft de deur want je begrijpt gezet. Wat de strategie van de VVD in feite is. We forceren een kabinetscrisis. Helemaal niet, maar dat heeft te maken met beleid op middellange termijn. Wij worden ook geleidelijk aan kleiner, daar moeten we iets aan doen. En dan hebben we vast de BB-beweging, die hebben we aan boord natuurlijk. VVD plus BB. Maar als je even wat geteld hebt, begrijp je dat dan nog een fors tekort is. Laten we zeggen dat BB en VVD samen ruim 50 zetels scoren. Ja, dan hebben er nog steeds 26 nodig. Nou, wie zit daar nog al die tijd, niet waar, met zijn locomotief op het zijspoor? Onze Geert. Onze Geert, die wil best. Hij wil met iedereen, heeft hij medegedeeld. Ja. En hij zal ongetwijfeld bereid zijn al die lulkoeken in te slikken over Arabië en allerlei andere onzin. En dat is het probleem, dat de rechtervleugel van de VVD, niet waar, die wil een straf immigratiebeleid waarschijnlijk ook. Omdat ze die spreidingswet van tafel willen hebben, dat zal ook wel een rol spelen. Ja, dat willen ze natuurlijk niet. In die achterban is daar heel veel tegen. In al die VVD-stadjes, dat voel je wel. Dus het is in feite een meedogenloze strategie waarbij geen enkele rekening is gehouden met het landsbelang. Het zogenaamde landsbelang, niet waar? En nu heeft Brekelmans, want dat is natuurlijk niet een topfiguur in die partij, maar die hebben ze vooruitgestuurd als een pion. Precies. Brekelmans moet dus suggereren, nou ja, misschien met die PVV. Ja, Geert, er valt best mee eigenlijk, als je me een beetje leert kennen. Ja. Want hij is wel van de rechterflank van de VVD, wordt gezegd. En heeft dat in het... Ik ben bang dat de VVD, dat deze hele koep van de VVD, want dat is het, is een machtsbeluste koep, dat helemaal een beetje de rechterflank van de VVD is. Maar daar hebben we het eerder over gehad. De VVD is veel rechtser dan je denkt. In die zin is Mark Rutte niet een typische VVD'er.
Nee, die had ook bij de provinciale VVD, die is natuurlijk aardsconservatief. Ze zullen denk ik ook uit onderzoek hebben gezien dat allerlei VVD'ers lokaal eens even geprobeerd hebben om op de BB-beweging te stemmen. Dus als je eigenlijk bekijkt wat er is gebeurd, de VVD zag natuurlijk bij de laatste verkiezingen dat de BBB enorm groot was. Dat het effect van de VVD is uitgewerkt en ze dachten, hier moeten we iets aan doen om de macht te behouden. Zo is het maar net. En dit is het punt wat we inbrengen. Ja, en ze hebben waarschijnlijk gepeild. Die lui hebben een goed georganiseerde peilboel aan boord in de eigen partij. En ze hebben denk ik terecht gezien, voor de BB komen parlementaire verkiezingen aan de vroege kant. Dus die zullen waarschijnlijk toch minder scoren dan wij. Dus we kunnen er wel op mikken. Dat risico kunnen we wel nemen dat we toch de grootste zullen worden. En dan kunnen wij bepalen wat voor kabinet er komt. Nou, daar stoppen we de BB in. Die zal een vrij substantiële parlementaire fractie hebben na die verkiezingen. Mag je aannemen. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want tel maar even, dan zie je dus dat je nog wel wat nodig hebt. Waar halen we dat vandaan? Nou, is dat mooi? Geert mag niet meer regeren. Daar is hij te gek voor, laten we eerlijk zijn. Maar hij mag wel gedogen. Ja. Zoals het in het Rutte 1. Daar hebben ze hele slechte ervaringen mee, want dat is uiteindelijk natuurlijk geklapt. Ja, dat was de reden dat Rutte niet meer met Geert wou. Maar Rutte is weg. Rutte heeft een klein duwtje gehad van het partijbestuur. Joh, Mark, het is lollig geweest. In de herfst zit je er 13 jaar. Het moet maar eens anders. Ja. Dus dit hele plan ook om Rutte te wisselen, dat is vooraf eigenlijk denk je bedacht? Ja, dat denk ik wel, ja. Dit is niet een soort toevalligheid, niet waar, gestruikeld over een steen, gevallen, net precies op de juiste manier je hoofd gestoten. Nee. Dit is, En Jezilkes dan, dat ze haar nu naar voren schuiven? Nou, die heeft zich, heb ik begrepen, uitgebreid geprofileerd op een wat hardere koers dan die van Mark Rutte. Ja, maar hoort dit dan ook bij dit plan? Want zij is natuurlijk zelf immigrant. Ik neem aan van wel, want ze was verdomd snel de kandidaat, toch? Ja. Daar hebben we niks gehoord over verkiezingen die er gehouden zouden moeten worden of zo. Ja. Ja. Dat wat jij zegt van die Brekelmans, dat komt uit EW, hè? Want daar heeft hij het interview gegeven. En daarin... Ja, waar else zou ik zeggen? Ik bedoel, Nou, de Telegraaf had nog gekund. Ja, want de Telegraaf is meteen aan de georganiseerde afbraak van Timmermans begonnen. Dat had je natuurlijk ook kunnen verwachten allemaal. Daar denk ik, daar heb je aan Timmermans wel een goede, hij kan wel een stootje hebben, is mijn indruk. Ja. En Brekelmans zei wel van, ja, die Geert, die heeft allemaal ideeën, die gaan tegen de grondwet in. Dus daar moeten we nog maar een keer naar kijken hoe we daarmee omgaan. Ja, nou ja, we weten hoe dat gegaan is bij de vorige gelegenheid, bij de gedoogkabinet Rutte 1. Er zijn allerlei wetsontwerpen gemaakt om Geert en plezier te doen, die allemaal bij het volgende kabinet de prullenmand zijn ingegaan. Nee, dus je kunt Rutte eigenlijk Geert nauwelijks mee laten regeren, juist omdat het grotendeels ongrondwettelijke ideeën zijn. Maar ik denk dat hij bereid is te gedogen. En dan is hij best bereid om dat gelul over Arabië en het verbieden van de Koran en al die andere kletskoek waar die natuurlijk bij sommige mensen ogen mee gooit, daar is hij best bereid om daarvan af te zien. Ja, dus het is de best mogelijke optie voor Geert eigenlijk, gedogen. Dat is het hoogst haalbare. Ja, omdat hij altijd een hoofdpunt heeft gemaakt van immigratie natuurlijk. Arabië. Ja. Hè? Ja. De verschrikkelijke, onbeschrijfelijke dreiging van de islamieten in Nederland, die nog geen 5% van de bevolking vormen. Ja. En dan komen we even terug op het punt wat jij de vorige keer zei, namelijk van we moeten nog maar kijken wat we ervoor terugkrijgen nu Rutte opstapt. En de regering dat is wel even een ongelukkig puntje natuurlijk, dat je blij bent dat hij eindelijk opgestapt is. En dat je naar alle waarschijnlijkheid iets terugkrijgt wat aanzienlijk minder aantrekkelijk zal zijn. Als het uitkomt, hè? Ze moeten natuurlijk nog maar de grootste worden. Ja, dit wat wij nu doen, dat is natuurlijk ook een beetje speculeren. Maar het is naar mijn idee een samenhangende verklaring van de op zichzelf totaal onverwachte gebeurtenissen. Ook als je die beschrijving van Hugo de Jonge van hoe die crisis in zijn werk ging. Plotseling een boze Mark Rutte en een enorme escalatie van eisen en zo. Dat je denkt, wat raar, dat kan toch niet. Dat moet georganiseerd zijn. Daar moet over nagedacht zijn. Ja, want dat heeft hij in al die jaren niet gedaan. Hij heeft altijd de boel bij elkaar proberen te houden. Ja. Het was een beetje raar. Die hele kabinetscrisis was een hele gekke vertoning. Ja.
Maar goed, dit klinkt allemaal, als je dit zo hoort vanuit de VVD, als een uitgekookt plan. De vraag is natuurlijk of die kiezer dit niet doorheeft en de VVD afrekent op dit punt. Ja, daar kom ik op mijn puntje. We gaan dit even een klein beetje naar boven doen. Maar we houden nog een beetje... Oh, nee. Ja, als het goed is kun je hem... Ja, ik doe het zo. Sorry, dat ben ik. Ik zit aan jou... Ja. Zo, ja. Zo, dit. Nee, dat is nog een beetje... Het is keurig voorspeld trouwens hoor, zag ik. Deze regen? Ja. Oh, oké, kijk. Maar kijk, nu, kijk, als je zo de straat in kijkt, hè, dan is het een beetje mistig, vochtig. En het gekke is, je geniet dat toch met volle teugen. Heerlijk is het, ja. De kwaliteitskrant stond vol foto's van gruwelijke hitte. Hè. Dat is in zo'n rood waas of voortkruipende vlammen in het bos gaat er maar door. Dan is dit toch prachtig werkelijk. Maar juich niet te vroeg, want het kan zo afgelopen zijn. Hè? Dat we over een paar weken ook in die hitte zitten. En dat is niet uitgesloten, maar dan zit ik op Texel. Dus oh, dan zit je op Texel. Kijk, dat scheelt. De laatste tweede helft van augustus zit ik op Texel. Kijk, dat is fijn. Dat is lekker. En dan zal ik daar rapporteren over de frisse wind. En hoe vaak heb ik er al niet op gewezen. Hoe groot is niet het verschil elke dag weer tussen Maastricht en de Waddeneilanden? Ja. Dus een graad of 5 is het altijd wel, toch? Ja. Ja, als je op die kaartjes ziet van Hiemstra, dan zie je dat altijd, ja. Ja. Dat klopt. En dit is dus het VVD-verhaal. En ik vroeg je inderdaad, kan de kiezer dit niet doorhebben en dan zeggen van... Dat zou kunnen. Ik heb geen idee hoe de kiezer daar precies op reageert. Ik heb slechts een zeer gering vertrouwen in de Nederlandse media. Ik vond dat ze ook laten we zeggen, qua machtspolitieke analyse van de kabinetsformatie nou niet bepaald excelleerden. En toen kregen we meteen al die opwinding wie dan de leider... Nou, toen al die leiders weggingen. Oh, wie gaat het worden? Wie zal het worden? Nou, enzovoort, enzovoort. Wat dat betreft natuurlijk omdat... Brussel wel een zwaargewicht is. Timmermans. Omdat die wel een zwaargewicht is, krijgt hij ook wel ontzettend veel aandacht in de media natuurlijk. Ja, maar is hij de redder van links? Dat is ook zo'n populistische term. Ja, je weet dat ik helemaal niet in een opgewekte bubbel leef wat betreft links. Ja, links is volstrekt versplinterd. Dat zal ik nog een keer opnoemen misschien voor de luisteraars die de tel kwijt zijn. We hebben de SP, we hebben Volt, we hebben de Dierenpartij, we hebben de Partij van Arbeid en we hebben GroenLinks. 5 linkse partijen. 2 daarvan gaan nu een samenwerkingsverband aan onder leiding van een... op zichzelf inhoudelijk veelbelovende figuur. Dus laten we eens afwachten hoe dat gaat. Maar dan zitten we nog met de Dierenpartij, Volt enzovoort. Als die nou ook eens onderling een beetje betere afspraken maken. De SP is meteen van start gegaan. Het is niks. Ze zijn er tegen. Die hadden in de tijd toch ook die schandelijke tv-spot tegen Timmermans, weet je wel. Bij de vorige Europa-verkiezingen. Oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Daar is Timmermans toen wel heel goed uitgekomen. Uit ja, precies. Als de winnaar. Ja. Met Asscher toen nog, die sprak van het Timmermans-effect. Ja, nee, dat was een ontzettend geestige verrassing. Omdat de VVD toen uit strategische overwegingen had gekozen voor Forum als tegenstander. Ja, voor Thierry, ja. Je had ook een tv-debat waar niemand bij mocht zijn en zo. En het zou denk ik... Het zou mij niet... Je weet dat recente verkiezingen ook dat die... Dat Rutte alsmaar over die idiote verhaal over die linkse tsunami. Ja, de linkse wolk. Dat het ze nu ook goed uitkomt om zich te richten op het linkse samenwerkingsverband. Maar rechts is toch ook verdeeld met Forum voor Democratie? Godzijdank, maar je begrijpt dat ik over de rechtse verdeling zeer tevreden ben. Ja, ja. Kijk, je moet wel een beetje opportunistisch denken in dit verband. Is het voor jou een reden nu Timmermans de kar gaat trekken om dan weer op die op Verenigd Links te stemmen? Op Verenigd Links, zoals Timmermans het zelf noemt? Nou, ik moet er eens diep over nadenken, eerlijk gezegd. Ik weet het niet. Hangt erg af van de constellatie tegen die tijd. Ik ga in ieder geval zo stemmen dat ik op zichzelf... Is natuurlijk die ene stem voor mij zal er niet veel te doen, maar ik kan in ieder geval hier mijn mening geven. Ik vind wel dat de VVD gestraft moet worden voor dit wel ongelooflijk brutale machtsscenario. Ja. En dan zeg je moet strategisch stemmen. En dan dat ze er toch de godspe hebben om te beweren dat het in het landsbelang is. Dat vind ik wel echt. Geef dan gewoon toe, jongens. We hebben er zo over nagedacht.
En dit kabinet levert ons weinig op. We verrafelen langzaam. En dit, we doen gewoon een sprong vooruit. Ze worden er heel fel op aangepakt door D66. Hè? Jan Paternotte, die was er heel fel op. En daar reageert de VVD dan ook weer heel fel op door te zeggen... nee, het is niet zo. We hebben dat echt in het landbelang gedaan. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, je weet. Met Rutte en Hermans die heel boos werden. Bij dit soort van gelegenheden is de waarheid snel zoek natuurlijk. Ja, ja. Maar als je strategisch stemt, wat jij altijd bepleit, dan zou je wel, als je nu naar de peilingen kijkt, zou je in ieder geval op links moeten stemmen. Ik geef toe dat de kans dat ik daarop stem, maar goed, we zitten nog niet, want wanneer was in november pas, toch? Ja. Waarom dat zo lang moet duren, dat is ook niet helemaal duidelijk. Dat was niemand geloof duidelijk. Maar Rutte vertelde dat toch op de NAVO-top en toen moest volgens mij de premier van Engeland, die moest lachen. Die zegt, hier is het verplicht om binnen 30 dagen dan nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Ja, dat kunnen we in Nederland. Zoals we eigenlijk helemaal niks meer kunnen, kunnen we dat ook niet. Het heeft vier maanden nodig volgens mij om, normaal nog langer, maar schijnbaar nu 4 maanden om het te organiseren. Ja, dat is nou... Ik weet niet, daar zal wel een protocol voor zijn, neem ik aan. Ja, je hebt natuurlijk vakanties nu. Ja, daar is een herfstvakantie. Aparte, natuurlijk niet een non-politieke commissie voor om dit te organiseren. En de VNG speelt een rol, Vereniging voor Nederlandse Gemeentes. Kennelijk. Ja, het is wel erg lang. Maar Rutte die zal het prima vinden, want die kan lekker demissionair door blijven regeren. Dan hebben we nog een formatie te gaan, zeg. Ja. Hallo, ja. Ik begrijp dat zeker ook als dat VVD-plan natuurlijk opgezet wordt... Ja, dan zullen natuurlijk, dat komen wel protesten tegen, denk ik, dat je over rechts gaat met gedoogsteun van de PVV. Nou ja, dat vindt Brekelmans wel een geweldig idee, maar daar zal Nederland wel aan moeten wennen, denk ik. Ja. Vooral nadat we jarenlang hebben gehoord dat je dat vooral niet moet doen, natuurlijk. Ja. Wat vind je van de aanvallen op Timmermans bijvoorbeeld, ook van een Jeroen Pauw, die dan toch nog even teruggrijpt op die scène van de VN, waar hij die toespraak over de MH17 nou, heeft gehad? Nou, ik vond dat van Timmermans inderdaad een enorme blunder. Bedoel je nou dat met die maskers wat hij later heeft gezegd? Ja, nee, dat dalen van dat zuurstofmasker, ja. Ja. Dat was een blunder in eerste klas. Dat zei hij bij Pauw aan tafel inderdaad. Ja, dat had hij nooit moeten doen. Nee, maar Jeroen Pauw die zei ook van dat die toespraak bij de VN... Dat was zo doordrenkt met emotie, want hij schetst het beeld van... Hè, wat zouden ze gedaan hebben? Zouden ze hun hand nog vast hebben gehouden? Zeker. Hij zei van, dat moet je als politicus moet je dat eigenlijk niet doen op die manier, de emotie inzetten. Nee, in dat dossier, om het maar even zo te noemen, MH16, 17... daar heeft Timmermans bepaald niet geschitterd, nee. En veel te lang vastgehouden aan iets waar hij totaal ongelijk had. Begreep ik uit latere analyses van het ongeluk. Ja. Maar ik vond toch de aanvallen op hem, ook vanuit onverwachte hoek. Die Ekies, die presentatrice van Op1, daar kun je het wel van verwachten. Die vond hem volgens mij een narcist. Ja, dat verbaast me helemaal niks. Nee, die zei het is een narcist die Timmermans. Daar kun je het, maar Pauw is toch redelijk neutraal. Ja, het bezwaar van narcisme leek mij nou niet zo verschrikkelijk groot. Ik zou graag een lijst hebben van Ekies van politici die absoluut geen enkel narcistisch trekje hebben. Altijd zichzelf ondergeschikt maken aan het grotere geheel. Kom op. Je begrijpt toch wel dat dit... Natuurlijk is er... Juist omdat Timmermans een serieuze figuur is... als leider van die combi... moet hij natuurlijk het afbranden... moet zo snel mogelijk beginnen. Ja. Je bent verbaasd dat Pauw... die in het algemeen toch de indruk maakt... niet al te geëngageerd te zijn... niet waar dat hij er zo volop in gaat. Op dit punt overigens heeft hij groot gelijk. Ja. Dat zal Timmermans trouwens achteraf ook wel toegeven, denk ik. Ja, dat werd ook ergens getoond inderdaad. Dat hij zei, kunnen het boek nu sluiten? Ik heb een excuses aangeboden, ja, het is zeker. Klaar nu. Ah, volgens mij zat er bij Pauw ook wat rancune... omdat Timmermans daarna nooit meer wilde meewerken aan programma's van hem... of nooit meer te gast wilde zijn. Ja, goed, dat wist ik niet, is ook niet verstandig natuurlijk. Nee. Maar even kijken, als we kijken naar Timmermans met in ieder geval het netwerk heeft hij. Hij spreekt de talen. Het is ook iemand die je... Het was al komisch dat mevrouw van der Plas zei... was het niet handig om 2 minister-presidenten te hebben? Eentje voor het binnenland. Zij zou dan voor het dorp gaan. Ja. Gezellig allemaal bij elkaar. Niet waar, aan de koffie. Lekker leuten. En dan komt er in godsnaam iemand die het in het buitenland gaat doen... waar ze geen puffen heeft. Of niet kan? Ja, niet kan. Ik moet weten, waarschijnlijk helemaal geen ene klap van. Ja, dat moet je zeggen. Rutte wist er natuurlijk langzamerhand heel wat van die Europese business. En daar kan, denk ik, Timmermans toch goed mee wegkomen. Dat die werk gepokt en gemazeld is in Brussel. Ja. Waar in allerlei opzichten natuurlijk het lot van Nederland mede bepaald wordt. Ja.
Niet in de dorpen, uiteindelijk, kan ik je verzekeren. Nee. Ook als het gaat om stikstof is het uiteindelijk een Europese zaak. En niet de dorpspolitiek.